Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Eigenlijk in dit geval een video over Lightburn. Zoals sommigen van u misschien al wel gemerkt hebben, is er afgelopen vrijdag op 30 juni een grote update geweest van Lightburn. Mocht je nog gratis mogen updaten, want als je betaalt voor de licentie van Lightburn, dan heb je een jaar lang gratis updates. Als je daarna nog steeds updates wil krijgen, moet je weer voor een jaar een subscriptie doen. Maar mocht je dus nog recht hebben op het doen van updates, omdat je het nog geen jaar hebt, dan kan je gaan naar hulp op updates controleren en dan kun je dus updaten naar de volgende versie. En die versie staat linksboven in de hoek. Dat is op dit moment de versie 1.2.0.0. Deze versie is een hele bijzondere versie. Alleen de vraag is of die ook voor ons bijzonder is. En dat zal zometeen gaan blijken. Waarom is het een bijzondere versie? Tot nu toe, als je nog niet zo diep in die laserwereld zit, dan waren er om te beginnen diodelasers. Dat is wat de meesten van ons gebruiken. Tenminste, de meesten van ons die volgens mij mijn kanaal volgen. Corrigeer me gerust als dat niet zo is. Daarnaast heb je CO2-lasers, maar je hebt ook nog eens een keer fiber-lasers. Dat zijn lasers waarmee je metaal kunt laseren, kunt snijden soms zelfs, en soms ook van kleur kunt voorzien als dat een fiber-MOPA-laser is. Nou, we hadden die fiber-lasers, die gebruikten een stuk software wat door die Chinezen gemaakt is, en dat programma dat heet EZCAD, E-Z-C-A-D. Ik heb het genoegen om te mogen werken met dat programma. Als ik voor de hobby bij mijn vrienden in Westervoort ben, dan werk ik met EZCAD. En EZCAD, en ik heb van begin af aan, en manager daar, de eigenaar van dat bedrijf, die weet ook dat ik daar zo over denk. Ik zeg altijd, het is een draak van dat programma, het is verschrikkelijk. Het wordt tijd dat Lightburn zich daarmee gaat bemoeien. En dat is nou precies wat er gebeurd is. Dus het belangrijkste stuk aan upgrade, en dat ga ik dan ook niet behandelen, want dat is niet te doen. Ik heb hier geen fiber laser, kan het je niet laten zien. Maar er is een hele mooie serie voor over op YouTube, die loopt op dit ogenblik. Dus mocht je een fiber laser hebben of een fiber MOPA laser hebben, zoek dan maar eens op een YouTube kanaal, dat heet Laser Everything. En je zult zien dat er een hele mooie serie van beschikbaar is. Hoe je je fiber laser en je MOPA laser kunt instellen in Lightburn. Maar ja, een update van Lightburn bevat natuurlijk nooit alleen die zaken die ook bedoeld zijn voor die fiber laser en die galvo lasers. Want dat heet zo, dat heet de galvo lasers, heette dat. Er zijn meer dingen veranderd. Het is niet heel erg veel. En toch zijn er een paar significante zaken. En zeker zaken die niet alleen ter verbetering zijn, vind ik zelf. Ik heb natuurlijk dit weekend al een aantal van die video's van een aantal coryfeeën op YouTube gekeken. Die video's maken over Lightburn. Mensen als de LA Hobby Guy. Of inderdaad Laser Everything. Of Pawpaw's Workshop. En een van die functies wordt daar enorm opgehemeld, terwijl ik er toch een beetje kritisch op ben. Maar laten we eens van boven naar beneden gaan kijken naar welke zaken nu specifiek echt wezenlijk veranderd zijn. Er zullen ongetwijfeld meer veranderingen zijn. Dus ik zal ze niet allemaal behandelen, maar wat wezenlijk veranderd is. Rechtsbovenin is er een menu bijgekomen. Het kan zijn dat die bij u rechts buiten beeld valt, maar weet dan dat je op die stippenlijntjes die je daar ziet, dus deze stippenlijntjes, dat je dingen kunt verslepen. Dus je kan dit bijvoorbeeld een regel lager zetten. Dus pas op, mocht je hem niet zien, als je de update hebt uitgevoerd, hij is er wel. Het kan zijn dat hij te ver naar rechts staat, dat je hem daarom niet ziet. En waar het mee begint, het begint met vier grijze icoontjes. Dat zijn deze vier, dus dat is dat blokje met het lijntje aan de linkerkant, blokje lijntje rechts, blokje lijntje boven, blokje lijntje onder. Nou, wat is dit nu? Stel, ik selecteer hier de afbeelding die ik hier gemaakt heb, dat is Elvin. En ik wil hem tegen de rechterzijkant aanzetten hier van het werkveld. Dan doe je dat
op deze manier, dus op die knop te drukken. Stel, ik wil hem nu linksonder in die hoek hebben, want dan wil ik hem nu dus gewoon naar beneden, naar de onderlijn toe drukken. En zie daar, hij staat linksonder in de hoek. En zo kan ik hem dus op allerlei manieren gaan verplaatsen, rechtsboven, rechtsboven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, oké. Dit is dus die knoppen daar bovenin, maar alleen dan interessant wanneer je het echt helemaal tegen het randje aan wilt hebben. Er zitten nog een paar dingen bij en ik ben er nog niet uit wat hier nou de grote winst en niet winst van is. Dat zijn die twee knoppen, Move as Group of Lock Inner Objects. Ja, kijk, je groepeert iets of je degroepeert iets, naar mijn mening. En op het moment dat het gegroepeerd is, en ik verplaats iets naar links of naar rechts, dan verplaats hij het hele object naar links of naar rechts. Op het moment dat ik het degroepeer, zal die alleen dat ene object verplaatsen. Je zult zeggen, ja, maar dan is het toch mooi dat je het toch als groep kunt verplaatsen. Maar de grap is, totdat dat eigenlijk al zo was. Als ik dit nou eens uitzet, hier, nou laat ik even het anders doen. Ik ga hier Elvin en die ga ik even ungroepen. Ja. En dat kunnen we zien, want als ik nu op het oogje van Elvin klik, dan zien we alleen het oogje geselecteerd zijn van Elvin. Ja, oké. Goed. Kijk, als ik alleen dat oogje van Elvin selecteer en ik doe dan tegen de rechter zijkant aanzetten, dan is het logisch dat hij alleen, als het goed is, oh, dat doet zelfs dat doet hij nog, niet eens. Dat is wel grappig. Even nog een keer doen. Hij verplaatst het niet. En waarom niet? Hij wil alleen de groep verplaatsen. Als ik deze nu uitzet, dan zal hij dat denk ik wel gaan doen. Ook niet. Ik zie dus geen verschil tussen of ik nu één ding wil verplaatsen of een heleboel dingen wil verplaatsen. Selecteer ik nu weer de hele handel, dan verspringt hij weer keurig. Hij heeft alles als een groep verplaatst. Even terug. Nu zet ik weer even die Move as Group uit. En ik doe datzelfde. Maar ja, alles is geselecteerd. Dus hij selecteert alles naar de rechterzijkant, naar de linkerzijkant. Dus voor mij, voor mijn gevoel, maar ik kan dat goed fout hebben hoor. Nogmaals, er valt een hoop te leren. Dus ook voor mij. Ik zie niet zo heel veel verschil bij deze knoppen hier, zeg maar. Het geldt ook een beetje bij die Lock for Inner Objects. Zodra als ik daar meer over weet, kom ik daar in een video op terug. En dat geldt dan ook voor die ding aan de rechterkant. Zeg maar even. Want ik denk dat dat te maken heeft met hoe ver dan van die zijkant af. Maar daar moet ik gaan experimenteren. Dit is een verandering. Ik vind hem niet erg belangrijk, want ik denk dat ik die functies van helemaal naar de zijkant of helemaal naar boven of in de hoek plaatsen, joh, dat kan je handmatig ook. Dus ik zou niet weten waarom ik dat eigenlijk op deze manier zou moeten doen. Oké. Volgende dingetje wat interessant is, is eigenlijk hetgene waar ze het meeste over roepen in deze videoseries. En dus waarvan ze zeg maar zeggen, dit is de grootste verandering. Maar ik heb een beetje mijn twijfels erbij. Maar we gaan het zien. Ik heb hier op dit moment dus in layer, in laag. En die laag staat op lijn ingesteld. Als ik dit zou gaan laseren en ik druk even op mijn preview, en dan snijdt hij alles uit van die lijnen. Dus al die lijnen worden uitgesneden. Leuk en aardig. Niet goed in dit geval, want ik zou veel eerder kiezen voor vullen. Oké, ik ga vullen. Dus ik klik op lijn. Ik klik op fill. Hé, daaronder staat een hele nieuwe. Die heet offset fill. We waren hier gewend fill en line te hebben. Dus vullen en een lijn. En niet alleen een offset fill. Want wat is een offset fill? Nou, daar kom ik zo even op terug. Maar als ik het nou op fill zet, hè, dan is dit al een stuk beter. Want dan vult hij die buitenlijnen, zeg maar, als het ware. Leuk. Prachtig. Goed. Maar ik heb dus nu die waarde daarin staan. 300 mm per minuut. Met 20% power. Of dat goed is of niet goed is, hangt van het materiaal af wat je gaat gebruiken. Maar wat nou als ik deze laag ga openklikken? Oh, en nou gaan we iets raars zien. We zien namelijk rechtsbovenin wat dingen erbij gekomen. Ten eerste zien we daar staan output. Nou, dat wil zeggen of die deze zwarte laag ook gaat doen. Ja? En die output staat aan, dus hij gaat het doen. Dan zien we links 1 snijdt. Sublayer name is snijd. Dat is een term die ik hem gegeven heb, dus die moet ik hem gaan veranderen. Want ik ga er even vullen van maken. Zo,
We waren gewend dat als ik hem nu eerst die vul wil maken en ik wil hem daarna rondom uitsnijden, dat je dan twee kleuren ging geven. Dus dan deed je de tweede kleur, die was blauw en dat was het snijden, maar dan moest je wel zorgen dat alleen de buitenlijn gesneden werd. Oké. Ja, dat was al niet zo gemakkelijk, want als je dat wilde doen, dan moest je dat doen door een offset te maken. En dan had je die offset, die kon je dan die aparte kleur geven. En dan kon je Elvin ook werkelijk uitsnijden. Nou, wat heeft men nu bedacht in Lightburn? Men heeft bedacht dat je in die zwarte kleur nog meerdere opdrachten kunt toevoegen. Nou, let op, dus als ik op de plus klik, komt er namelijk zomaar de optie lijn naast te staan. Die optie lijn, die kan ik weer gewoon alle settings gaan veranderen. Want als ik hier bij die vul kijk, 300 mm per minuut, 20 power, hij staat op fill en hij staat op 0 graveerhoekgraden. Ja? Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga deze ook een vul maken. Zo, fill. Alleen wil ik nu niet 0 graden, ik wil met 90 graden. Wil ik. Dus met andere woorden, hij gaat één keer vullen. Van boven naar beneden en één keer vullen van links naar rechts. En deze noem ik vul 90. Die andere laat ik even vul 0 zijn, vul 90. Oké. Ik klik even op okidoki. Wat er hier rechtsbovenin veranderd is, is dat er nu staat multi. Oftewel, deze kleur heeft meerdere lagen, meerdere opdrachten in zich. Gaan we even zien in de preview. Hier hebben we de preview. En laten we nou eens even beginnen met het afspelen daarvan. We gaan eerst eens, hij begint eerst van onder naar boven. Ik ga het iets sneller doen natuurlijk, want het is een beetje erg langzaam. Nog wat sneller denk ik. Even stopzetten. Zo, nou gaat hij ook sneller, dat zien we. Dus dit is zeg maar de eerste laag, dus dat is dat linker tabblad, zeg maar, waar hij van onder naar boven lasert. En als die daar klaar mee is, let maar eens op, dan gaat die van rechts naar links als alles goed is. Nou, bijna klaar. Ik had hem natuurlijk handmatig wat kunnen bewegen, maar dat wou ik even niet. En het gaat wederom mis. Dat is de grap van het verhaal, dat heb ik namelijk straks ook al gezien. Ik ga weer even terug naar mijn laag toe. We zien dat de eerste vul 0% is. De tweede vul die is wel degelijk goed. Ja. Dus ik moet nogmaals gaan kijken of waarom dit niet helemaal lekker gaat. Dus we gaan opnieuw beginnen. Afspelen. Hij begint van boven naar onder. Van onder naar boven. Maar dit is niet correct. Want hij moet eigenlijk nu van links naar rechts bewegen. En dat doet hij niet. En waar heeft dat mee te maken in dit geval? Dat heeft in dit geval te maken dat de eerste vul op twee loops staat. Mijn fout dus, hij moet naar één loop. We gaan het nog een keer doen. Mijn eigen fout ontdekt, zie je dat? We gaan even opnieuw. Terug. Zo, hier gaat hij. Hier ging hij van onder naar boven. En op de tweede laag zien we hem dan dus van rechts naar links gaan. Even opletten dat we die natuurlijk ook maar op één keer laser zetten en niet op twee keer dan. Dat heeft te maken met de loops. Zie je dat? Hier gaat hij van links naar rechts. Oké, prima. Hartstikke mooi. Dus dat, je kan dus nu in één kleur meerdere opdrachten geven. De grote hamvraag is echter, is dit nou handig? Want mijn derde opdracht zou weer een plus zijn. Nu zou ik hem uit willen snijden. Dus nu zet ik hem op lijn. Nu doe ik de tempo echt omlaag. De power omhoog. Ja. En nu moet ik er misschien wel 5 keer overheen, omdat het weet ik wat voor een hout is. Ik zeg okidoki. En nu bestaat mijn opdracht uit 3 verschillende opdrachten. Even terug naar de basis. Even laten afspelen. Kijk, je ziet hem, ja, het gaat een beetje snel. Ik zal even terugdraaien. Je ziet hem er hier omheen gaan. Zie je dat? Misschien moet ik de verplaatsingen even niet laten zien. Maar het vervelende is dat hij niet er alleen omheen gaat, hij doet elke lijn snijden.
En dat betekent dus gelijk al dat als je echt zou willen snijden in diezelfde laag, dat dat niet handig is. Eigenlijk is ons het leven dus een beetje moeilijker gemaakt naar mijn mening. Ja, ik kan in één kleur meerdere dingen doen, maar de vraag is, gebruik ik het? Ja? Er zijn echter momenten waarop je het wel gebruikt. Ik weet niet of je mijn video's hebt gezien van het werken met poedercoatpoeder. Dan doe je eerst de afbeelding graveren. Dat doe je bijvoorbeeld met 60% power. En vervolgens ga je die poeder aanbrengen in die lijn. En dan ga je hem laseren met 20% powder, 20% power. Ja, en dat werkt natuurlijk wel. Alleen het vervelende daar weer van is dat je die poeder aan moet brengen. En dat je daardoor de layer stop moet zetten. Dus dat heeft ook geen enkele zin. Het heeft eigenlijk, naar mijn gevoel, is het op zich heel erg leuk dat jij in één kleur meerdere opdrachten kunt geven. Maar het is lang niet altijd even handig. Want, nou laat maar even als grote voorbeeld nemen. Ik ga even dit weer weggooien. Tijdelijk weg ging gooien. Zo. Nu pak ik even een vierkantje, gewoon een simpel vierkantje. Ik ga die multi even, want ik kan die lijn, want hij onthoudt ze, hè, dat zie je. Dus ik kan met het minnetje kan ik ze eruit gooien. Zo, en dan zet ik hem op lijn. Eventjes. Oké. Ik heb lijn. Fantastisch, in die lijn kan ik lezen. Dat zou je waarschijnlijk met hogere power doen. Hè, als het weer hout zou zijn, zeg maar even. Hè, dan zou ik het met, weet ik veel, 80 of zo. En even kijken, tap. Ik zou er ook een keer of 4, 5 overheen gaan als het hout is, zeg maar. Ik noem maar even een zijstraat. Dat heeft dan weer te maken met je laser en wat voor hout het is en al dat soort dingen meer. Hartstikke mooi, prachtig. Gaat hij dat ding uit het laseren. Normaal gesproken zou je echter eerst de vulactie doen. En de vulactie is dit dus gewoon helemaal zwart maken. Maar ja, wanneer ga je een rechthoek zwart maken? Dat is even mijn hamvraag. Dus ik ga hem op vul zetten. Hij staat nog steeds qua textueel op vul hier. Maar hier is de werkelijkheid of die op vul staat. Dus nu staat hij op vul. Nu zet ik hem op 60%. En natuurlijk geen 300, maar 2000 of zo. Ja. Ik klik dat. En nu heb ik een klassieke fill. Als ik nu ga inzoomen. En dan met name hier zo, zien we in feite de lijnen. Die lijnen die komen tevoorschijn uit zeg maar de lijninterval die hier op 0,1 staat. Misschien wil je dan ook wel een tweede weer hebben. En dat is dan weer een vul 2. Waarbij ik in dit geval ervoor ga kiezen om hem met dezelfde waarde, dus 2000 bij 60. Kom jongens. Okay. En nu wil ik hem niet van onder naar boven, maar van links naar rechts. En ook weer één keer. Zo, en nu heb ik in feite, want als ik nu ga kijken en ik ga inzoomen erop, dan zien we veel minder problemen. Want nu zien we dat hij van boven naar beneden, van links naar rechts, lasert. De grap van het verhaal is dat je dit ook op een andere manier had kunnen doen. En dat is weer dan de vraag van, is dit dan interessant, ja of nee? Ik ga die vul 2 weggooien. Ik ga deze de tekst weghalen. En stel je voor, ik heb dus een vul met een 0%. Dus van links naar rechts. Ja? Als ik nu raster druk, dan zien we in één keer dat dit symbolisch niet van links naar rechts, maar van links naar rechts en naar boven naar beneden wordt gegeven. En als ik nu op oké klik, heb ik geen multi dus, ik heb alleen maar een vul. En ik heb exact hetzelfde resultaat als zojuist als het goed is. Zie je dat? Daarom, van links naar rechts en van onder naar boven. Wat ik dus zeggen wil, is dat het heel erg moeilijk is om te bepalen of deze functie nou werkelijk zo Hosanna is zoals bij al die figuren in die video's gezegd wordt. Want ik ben daar nog niet van overtuigd. Ik denk dat het ons ook het leven moeilijk maakt. Ja? Je moet je namelijk heel goed realiseren of je meerdere acties in één laag, of dat handig is. Want dat heeft te maken met snijden, met niet snijden. Of het een figuur is zoals Alvin hier was bijvoorbeeld. Ja? Waar als je gaat snijden er heel veel verschillende objecten ook in het midden van Alvin uitgesneden worden. Dus je moet je dat echt gaan afvragen. Ja? Desalniettemin is er wel iets veranderd trouwens. En dat is wel weer heel grappig. Ik ga even
een kerstdiertje erbij halen. Ik ga hier mijn eland erbij halen. En die gaan we gelijk ook even groter maken. Zo, ons eland is groter. We hadden aan de rechterkant, dus als we op die snijden lagen klikten, dan hadden we die fill. Maar er zat nog een andere optie hier. En die optie, dat was de offset fill. En wat we dan zien is dat zeg maar het minuutje als het ware gaat ronddraaien. Hij gaat dan dus laseren cirkeltjes, spiraalachtig zeg maar even. Laten we die waarde even laten staan, want wat doet dit dan? Nou, wat dit doet, is als we gaan kijken, en dan kunnen we dat ook daadwerkelijk zien. Dus ik ga heel eventjes inzoomen op ons elandje. Wat we dan zien, is dat hij niet meer van rechts naar links of van links naar rechts lasert, maar dat hij zeg maar de contour van de eland steeds opnieuw maakt. Dus hij maakt als het ware vanaf binnen, vanaf het midden, naar buiten toe, rondjes net zo lang dat die hele eland gevuld is. Dat is een hele nieuwe functie. Die functie die zat er nog niet in. Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt van waar zit dan nu die functie van fill and line. Nou, dat is dus iets dat kan je dus realiseren met een dubbele laag in de kleur, zeg maar. Dus als ik de eerste een vul doe, de tweede een lijn, waarbij de lijn niet een snijlijn is, maar een lijn is die erop gericht is om een klein buitenrandje te maken rond datgene wat je gemaakt hebt. Denk aan letters die dat hebben. Zeg maar, we gaan heel eventjes terug. We gaan even hier dat eland weghalen. En ik pak mijn letters. Ik ga iets typen. Zo, eventjes die erbij halen, even erop inzoomen. Hij staat nu op offset en fill. Als ik nu zeg maar eerst de fill wil doen, ja, dus vullen, oké, doe ik dat bijvoorbeeld met 2000 bij 60, dat wat ik net al zei. En nou wil ik er ook nog een heel dun lijntje omheen hebben, dat was namelijk de line and fill functie. Nou, dan moet je er dus in feite een tabblad aan toevoegen. Dat tabblad heet dan lijn en dat is dan, nou, die noemen we ook maar gewoon lijn. Je kan hem net noemen zoals je wil. Alleen gebruikte je daar wel andere waarden. In dit geval zeg maar 4000 bij 20, dat lijkt me een aardige. Als ik dat dan doe, dan krijg ik in feite, dit ga je niet in de preview zien, maar dan is zeg maar de buitenrand van het woord test is net iets dieper dan de vulling van de letters, zeg maar. En dat was de oude functie fill and line. Dit is eigenlijk het belangrijkste wat ik vandaag wilde vertellen. Er is nog wel iets meer, want er is nog wel iets anders veranderd. Alleen ook daar zie ik nog steeds de zin niet van in. Als ik mijn bibliotheek heb, mijn materiaalbibliotheek heb, we hebben hier die lijn en ik heb hier, dit is dan in dit geval, ik noem dit even beukenhout voor de grap even. Nee, niet beukhout. Laat ik timmerhout doen van de gamma. Want dat snijd ik het meeste eigenlijk. Nou, ik kies voor cutting. Ik doe dat toewijzen aan de laag. En als je goed kijkt, zit er nu in het midden een button die heet link. Nu zit dus deze settings die in die bibliotheek staan, zitten vast aan deze laag. En dat kunnen we ook zien, want als we in die laag gaan kijken, dan zien we daar ook die unlink staan. Alleen dat was toch al de hele functie van die bibliotheek. Het was toch al de functie van de bibliotheek dat als ik dat toewees aan die laag dat er dan aan vast zat. Nu blijft het eraan vastzitten. Zolang als dat jij niets doet op het moment dat je dus nu dit materiaal niet meer aan deze tekst gekoppeld wil hebben. Dan moet ik op unlink klikken. En op dat moment hebben die waarden, die zitten er nog wel in. Ja? Maar hij zit er niet meer aan vast. Als ik een volgend object maak, dan krijg ik weer andere waarden te zien. Ja, ik zie hier ook de functionaliteit. Het grote voordeel zie ik er niet van in. In het kort. Er is een grote update geweest. Misschien heb ik het mis. Want misschien zeg ik later wel, na 2 maanden ermee werken, dat ik zeg van, wauw, dit is wel zo'n verschrikkelijke verbetering. Maar op dit moment ben ik er nog niet van overtuigd. Ik zeg ook niet dat het een verslechtering is, al moet ik wel zeggen dat ik van mening ben dat het zeker dat verhaal met die meerdere tabbladen in een laag maakt het ook verwarrend en het was nou net eenvoudig, naar mijn mening. Goed, ik weet niet hoe u daarover denkt. Wie weet, je mag het ook onder de video zetten. Ik ga zien
of het nuttig gaat zijn, ja of nee. Dit in elk geval zijn de belangrijkste updates voor mensen die een diodelaser gebruiken. Eigenlijk ook een heel klein beetje voor mensen die een CO2-laser gebruiken. Heb je nou een fiber- of een galvo-laser? Ja, dan is er echt heel veel veranderd. Ik hoop toch dat het, leerzaam wil ik niet zeggen, maar dat het interessant was. En wie weet, tot een volgende keer. Dag.